Wie weet wat dit is? Ja, de meeste wel. Maar wie weet niet wat het is? Het is een lampje, een ledlamp. Maar als deze vraag vijf jaar geleden nu gesteld wordt, dan had bijna niemand geweten wat het precies zou zijn. Tijdens mijn studie, 2 jaar geleden, stuitte ik hierop tijdens een project. En ook ik wist niet wat het was, maar ik zag wel heel veel voordelen erin. Namelijk 80-90% energie besparen. En ik vroeg me af waarom men niet massaal was overgestapt en als het al zoveel voordelen had. Ik ben dat wat een beetje gaan onderzoeken, gewoon letterlijk in de winkelstraat waar ik boven woon, ben ik dat gaan rondvragen. En eigenlijk wist men niet zo goed waar ze moesten beginnen. Toen dacht ik ondernemend te zijn door gewoon mensen te gaan adviseren op het gebied van verlichting. Duurzame verlichting natuurlijk, want het gaat om de besparing, zoals eerder genoemd. Ik liep constant tegen 2 dingen aan. Enerzijds kwaliteit. Nou, die was wel vrij makkelijk te tackelen, omdat ik alleen aanmerken heb, kwaliteit leveren aan mensen. Ik deed mijn koffertje bij me, ik draaide een lampje in en ik liet mensen zien dat dat lelijke, ongezellige blauwe licht wat men van tevoren al dacht bij LED, dat dat niet meer aan de orde is. Het tweede struikelblok is wat moeilijker te tackelen, namelijk de prijs. LED-verlichting is prijzig en dat blijft voorlopig ook nog even zo. Zo gauw een factor 10 of misschien wel 20 keer duurder dan conventionele verlichting. Hele korte terugvindingtijden door die 80-90% energiebesparing, vaak wel 1 jaar of misschien 2 jaar. Maar mensen zeiden, ja, joh, al was het 1 maand, ik kan het nu niet doen in deze tijden, economische crisis, we hebben het allemaal moeilijk. Ik ga het gewoon niet doen, dus schuif maar op naar volgend jaar. Dus toen kwam ik op het idee van bespaarkoop. En met je besparing koop je het, dat is bespaarkoop. Het is een variant op een lease, of eigenlijk eerder een huurkoop. Wij rekenen uit wat de besparing is per maand. Dat is ook het deel dat je gaat aflossen. Kunnen we zelfs nog een beetje mee spelen, zodat de aflossing iets minder is, ga je direct geld verdienen. De looptijd is variabel, dus we kijken naar besparing. De looptijd van gemiddeld 2 of 3 jaar. En na die tijd ben je u als klant eigenaar geworden en heeft u dus de duurzame verlichting. Ik denk dat dit een hele belangrijke stap is op het moment dat mensen niet willen gaan investeren. Uiteindelijk is investeren duurder, want er zit een rentepercentage aan vast. Maar wel een rentepercentage dat de klant niet merkt, omdat hij de huidige kosten nu ook heeft. Dus ik denk dat dit een hele belangrijke sleutel is. Een goede stap op weg naar die transitie waar eerder over gesproken wordt. En je vraag? Dank u wel. De vraag is, kunnen jullie hierbij helpen? Wat zijn jullie ideeën hierover? Ik zou graag sparren met jullie over de gedachten hierbij. Dankjewel. Oké, een applaus voor Jordi.